Dus let's do this. Het is zondagochtend. Ik had echt moeite om mijn bed uit te komen. Ik denk dat het ook een beetje komt dat ik eruit kan slapen. En dat ik dan ook echt niet meer kan slapen. Of niet meer mijn bed uit kan. Maar het valt mee. Het is nu 9:30. En ik ging redelijk laat slapen. Dus op zich wel net tijd. Ik ga even naar beneden en ontbijten. Ik wilde eerst gaan douchen, maar ik heb honger. Dus ik ga eerst even ontbijten en dan ga ik dadelijk douchen. Ik denk dat dat een beter plan is. Ik ga de dag lekker beginnen met thee, mandarijn en een banaantje. Ik ben gedoucht, aangekleed. Ik heb me lekker nieuw opgemaakt, maar haar ook niet gedaan. Ik weet toch niet of ik de deur uit ga vandaag. Maar ik heb wel net even een pakketje opgehaald bij de buren. Dat is gisteren binnengekomen. Deze zijn niet voor mij, dat is wel lekker het beeld, maar goed, ik schrijf wat naar achter, makkelijker. Ze zijn van Sarah. Ik heb namelijk pas die sneaker wedges, die beetje beige goudige. En toen zag ik deze, die zijn van Sarah. Ze zijn niet helemaal hetzelfde, want ik heb een witte zool en ik heb stof en dit is leer. Maar ze matchen wel voor het grootste gedeelte, dus ik vond ze wel echt heel erg leuk, want dan kunnen we toch een beetje twinnen. En het is eigenlijk een beetje semi-twinnen, omdat ze lijken, maar niet helemaal hetzelfde. En ik heb natuurlijk ook een hakje. Dus als Sarah daar thuis komt, ga ik haar hiermee verrassen. Ik hoop dat ze al past, want ze zit tussen 29 en 30 in. En ik heb wel de 30 besteld. Toch? Ja. En dan weet ik in ieder geval zeker dat ze niet te klein zijn. Maar ook kansen door dat ze voorlopig nog even te groot zijn. Maar goed, mijn voeten groeien niet meer. Mijn schoenen blijven toch wel passen. Dus het komt vanzelf goed. Oh. Ik heb echt goed geslapen, maar ik ben nog steeds moe. Ik heb trouwens vandaag deze top aan van Friends Connection. En deze broek van Benetton. Die heb ik ook al vaker aangehad. Dit is wel ik heb toch het gevoel dat ik een beetje aangekleed ben. Terwijl het ook wel als een chill outfit voelt. En nu ga ik lekker weer thee zetten. Ik ben zo verrassend soms. Sarah is weer gezellig thuis. We hebben lekker gezellig samen gezeten. Sarah heeft heel veel kleurplaten of tekeningen gemaakt, moet ik zeggen. En ik heb wat lekkers in de oven staan. Deze lekkere ovenschotel met snijbonen. Sarah ligt lekker op bed. En toen dacht ik, ik heb al heel lang mijn wenkbrauw niet echt goed geëpileerd. Dus ik ga ze even Ik ga ze even epileren. Ik heb mijn tweezerman gepakt. Dat vind ik toch echt altijd de beste pincet. En dan ga ik ze weer even netjes maken. Dan wordt het wel weer tijd voor. Ik doe wel vaak tussendoor als ik opmaak. En ik vind het iets vervelend dat ik het eruit haal. Maar om het echt helemaal netjes te doen, daar heb ik mezelf eigenlijk niet heel veel tijd voor gegund. En ik vind het gewoon altijd fijn als wenkbrauwen gewoon helemaal netjes zijn. Dus let's do this. Zo lekker dat mijn wenkbrauwen weer geëpileerd zijn. Echt mega fijn. Ik ga nu lekker naar mijn bedje. En ik wil dus ook de vlog nog even afsluiten. Ik hou even aan het aankleden voor bed. Dus
Ik wil je heel graag bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren, een duimpje achter te laten en natuurlijk te reageren. En dan zie ik je morgen. Doei doei!